Dames en heren, u hoorde Chris Perry en Bo Saris onder leiding van het toporkest van Erik van Tijn. Dankjewel, Erik. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit Sportgala 2014. Ik verwijs u thuis nog even naar de afterparty op de radio, NPO Radio 1. Daar is Langs de Lijn en bij Langs de Lijn alle winnaars van vandaag zullen daar aanschuiven. Maar eerst... De winnaars hier. Hier willen we ze hebben. Allemaal. Van vanavond. Laten we beginnen met de coach, Louis van Gaal. Kom alsjeblieft nog één keer op het podium. En dan gaan we ook naar de Paralympische sporter van het jaar, Vivian Mentel. Dankjewel. Kom naar voren alsjeblieft. Ja. En dan natuurlijk ook het Nederlands voetbalelftal. De afgevaardigde dame van Jasper Sillens is er. Deli Blind is er. Robin van Persie is er. En Danny Blind is er ook. Nou, kom allemaal hier alsjeblieft. En mag ik ook Rintje Ritsma naar voren. De winnaar van de Fanny Blankerskoen Carrière Award. De sportvrouw van het jaar 2014. Irene Buust, kom alsjeblieft nog één keer het podium op. En het talent van het jaar is hier niet. Maar ik vraag ze vertegenwoordiger hier. Max Verstappen. Ja. En Arjen Robben zit, zoals we zagen, in München vanavond. Maar Hans Robben, wil je namens je zoon alsjeblieft nog één keer op het podium komen? Om ja, en dus te midden der winnaars. De Sport in Beeldprijs de sport in beeldprijs door Robin van Persie. Goed, dat is het. Dan denk ik... Is iedereen? Ja, dankjewel. Hans Robben is er nu ook. Dames en heren, dit zijn de glorieuze winnaars van de sportverkiezingen 2014. Wow. Heel graag tot volgend jaar, 2015. Laten we hopen op nog zo'n prachtig sportjaar. Goedenavond. Keep us struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lotto.